Ik sta bij de Koepelkerk hier in Horen, maar ik had op dit moment ook overal ergens anders kunnen staan. Want het gaat namelijk praten over de architect die deze Koepelkerk ooit ontworpen heeft. Die heeft heel veel gebouwen in Horen ontworpen. Niet alleen dat, ook in Schagen, op Dam heeft hij 3 gebouwen, waaronder de kerk ontworpen. Spierdijk, de uitbouw van de kerk, heeft hij ook ontworpen. Ja, heel veel heeft hij gedaan. Hoe is die architect zo begonnen? Wie is het eigenlijk? Nou, het is Adrianus Blijs. Ja, er is een biografie geschreven. Ik ga praten met Willeke Jeninga. Die heeft onder andere deze biografie geschreven. Ja, man in Horen geboren, weet ik. Maar hoe is hij uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen? En wat is zijn link met het Centraal Station in Amsterdam, wat ontworpen is door Kuipers? Nou, allemaal vragen. We gaan gewoon hier in Horen beginnen. Ik ga het hebben over Adrianus. Nou, trouwens, de Syriacus. Dit is ook de Syriacuskerk. Adrianus heeft als doopnaam Syriacus. Is dat toeval? Nog meer vragen. Ik ga praten dus met Willeke Jeninga over Adrianus Blijs. Hij is hier geboren, in Hoorn, in 1842. Hij was zoon van een timmerman die ook zelf wel huisjes ontwierp en bouwde. Dat was heel gebruikelijk in die tijd, daar kwam geen architect aan te pas. Dus hij is eigenlijk in eerste instantie opgeleid door zijn vader. Hij mocht ook, toen hij 11 was, naar de stadstekenschool. Die zat hier boven de Waag. En daar was hij, nou ja, we zouden zeggen, nu zeggen cum laude. Hij was daar de beste leerling. Waarbij zelfs zijn docent zei dat hij eigenlijk geen cijfer aan zijn werk kon geven. Omdat dat alles oversteeg. Toen is hij als leerling aangenomen bij architect Kuipers in Roermond. Maar daar was hij zeer ontevreden. Hij vond dat hij eigenlijk een beetje als werkjongen werd weggezet, vond dat hij niet genoeg leerde. Dus hij is daar na een jaar is hij daar weggegaan en is naar Antwerpen gegaan, naar de Academie voor Schone Kunsten, en heeft daar zijn opleiding afgemaakt. In de literatuur zie je dus heel vaak dat Blijs wordt genoemd als leerling van Kuipers. Zo zal hij dat zelf nooit hebben willen zeggen. Kuipers en Blijs zijn niet meer echt goede vrienden geworden. Hij heeft tussen 1864 en 1880 in Hoorn gewerkt. Dus na zijn opleiding is hij weer teruggekomen hier in Hoorn. Vestigde zich als, wat zij zouden nu zeggen, zelfstandig architect. Hij heeft zichzelf altijd bouwmeester genoemd. Hij vond dat hij meer bouwmeester was dan architect. Wat hij een beetje te hoogdravend vond. En is hier begonnen. Advertentie in de krant gezet. Ik ben terug. Geef mij maar opdrachten. Zijn eerste opdrachten waren hele kleine verbouwingen. Hij moest natuurlijk namaken. Hij heeft echt alles aangenomen. Dus ook ontwerp van kozijnen. Ik bedoel, er moest gewoon brood op de plank komen. Hij was zelf enig kind, maar hij heeft wel 10 kinderen nagelaten. Dus dat werd een groot gezin. Nou had hij het geluk, als we hier naartoe lopen, dat er een paar prominente burgers van Hoorn, dit is het huis van Opperdoes Alewijn. Die hebben hem een beetje als protégé in dienst genomen. Daar heeft hij de verbouwing en een nieuwe gevel voor mogen ontwerpen. Nou ja, dat was natuurlijk, daar kon hij mee namaken. Hè? Nu zou je dat op je website zetten en zeggen van kijk eens wat ik heb gedaan. Hij had wel zoiets, je moet aan een pand of aan een bouwwerk kunnen zien wat het is. Hè, dus daarom vond hij zeg maar, het ontwerp van de Centraal Station van Kuipers. Het is zoiets, ja, je gaat geen kerk neerzetten als je een station moet bouwen. Dus hij was erg van, je moet duidelijk kunnen zien, een villa is een villa, een kerk is een kerk, een school is een school.
Maar hij, als hij de kans krijgt, dan kiest hij voor die renaissantische stijl. Maar hij luisterde heel erg naar zijn opdrachtgever. Hij maakte dan vaak 3-4 ontwerpen. En dan liet hij de opdrachtgever kiezen. Nou ja, dit is natuurlijk wel, dit is Bleist en voeten uit. Dit is de gekroonde jaagschuit, hè, hier aan het breed. Dat heeft hij ontworpen voor de familie Kaag, de koffiebranders, de tabakhandelaren. En hij deed dan ook meteen de hele inrichting van de winkel. Ja, dan zie je dus, hier kan hij zich helemaal uitleven. Hè? Dus met prachtige voluten en vazen bovenop pinakels. De rode baksteen, daar had hij dan ook wel een voorkeur voor. Dat zie je in zijn latere periode in Amsterdam ook terugkomen. En ja, dat springt er natuurlijk echt uit. Dat is, het is nog steeds een beauty, vind ik zelf. Ook omdat hij heel mooi gerestaureerd is, natuurlijk. Nou, als we nu verder lopen, dan zie je hier dus ook, hij doet in Bussum, Westwoud. Dat is natuurlijk wel een leuke. Dat is een school waarvan de school bestaat volgens mij niet meer, maar de woning staat er dus nog wel, de onderwijzerswoning. En je ziet hier ook, soms vind je dan een hele oude foto. Dat is natuurlijk wel altijd wel, ja, is wel kicken als je die tegenkomt. Er werd ook gezegd, hij moet daar ook nog op staan. Nou, ik heb het geprobeerd uit te vergroten en ik kon hem niet herkennen. Ik leerde hem wel kennen. Hij had al een beetje zo'n flamboyante hoed had hij altijd op. Maar hij had ook een bos met haar en een enorme baard. Dan kwam er wel de artiest binnen. Zo vonden ze dat dan met name. Zo van, meneer de architect kwam binnen. Ja, want ze ontwerpen zijn eigenlijk ook vrij statig en flamboyant, ja, zou je kunnen zeggen. Dus ja, dat paste bij zijn karakter dan misschien wel. Het paste absoluut bij zijn karakter. Hij wordt heel veel omschreven als lastig, ruziemakend. En dat is niet het beeld wat ik van hem gekregen heb. Want zijn leerlingen liepen met hem weg. Alleen, hij wist wat hij wilde. En dat zorgde er wel voor dat hij dan ging hij gewoon in discussie met zijn opdrachtgever. We weten het niet, hè? Wat heel jammer is, want je zou wel graag even die wip naar de 19e eeuw maken. Je bent dan met zo'n biografie heel lang met één iemand bezig eigenlijk. Ja. Je raakt helemaal geobsedeerd, ja, misschien wel door iemand. Nou, je hebt een beetje het gevoel dat het een familielid gaat worden. En dat was ook wel leuk toen ik in contact kwam met de nazaten. Ja, dat ik met die mensen zat te praten alsof het mijn eigen oom of opa was. En dat ze ook zeiden, jij weet bijna meer dan wij. Dus ja, je komt heel dicht bij iemand staan. En dat vind ik dus ook het leuke van onderzoek doen. Dat je iemand leert kennen. Ja, je zegt een familielid, maar je zou ook haast kunnen denken dat er een soort liefde bijna voor iemand ontstaat. Of dat dan ook weer niet? Ja, platonisch dan, hè? maar dat is wel zo. Je raakt ontzettend verbonden met zo'n persoon en met zijn omgeving. Dus ja, nee, ik ga hem ook verdedigen, hoor, als het moet. Met name in Obdam, daar heeft hij meerdere ontwerpen gemaakt voor een kerk, voor een raadhuis en voor een villa. En die staan er nog. Dus dat Obdam, ik hou van Obdam, want daar is het nog bewaard gebleven. Het zijn voor Obdam ook echt heel opvallend statige. Exact, ja. Ik heb samen met mijn man een hele tour door West-Friesland gemaakt om ze allemaal te bekijken. En wat er dan met je gebeurt als je dan de Dorpsstraat binnenrijdt en je zegt, daar staat hij. Dat is geweldig, dat is superleuk. Wat hij het liefst deed, was kerken bouwen.
daar lag zijn hart. Hij was ook fervent katholiek. Het feit dat er zoveel te doen was in de kerkbouw is natuurlijk dat er vanaf halverwege de 19e eeuw mocht het katholicisme weer beleden worden. Dus de parochies die spendeerden veel geld, want die wilden dan wel eens eindelijk, nou gaan we er iets moois van maken. We hebben natuurlijk altijd al die jaren, eeuwen in die schuilkerken moeten zitten. De parochie nam dan vaak zo'n omvang aan dat zo'n kerkje die dan net 30 jaar ervoor of 20 jaar ervoor gebouwd was, heel snel te klein werd. En nou ja, hier heeft Blijs dan de uitbreiding gemaakt. Niet helemaal passend, maar het staat er wel. Gaan wij nog door? Jazeker. Ja. Juist de kerken. Nou komen we bij de kerken. Nou, dit is zijn eerste kerk wat hij heeft ontworpen in 1868 in Heerhugowaard. Helaas, die staat er niet meer. Wat ik zei, hij hield van kerkenbouw. Ik denk dat met name omdat je met een kerk alles kan ontwerpen. Hè? Dus de ramen, doopvont, het meubilair. Ik denk dat hij dat heel graag wilde. Hij wilde ook wel graag groots bouwen. En je ziet dan ook, met name als hij in Amsterdam zit, dan gaat hij ook in katholieke besturen zitten. He, dus van een gesticht of van een ziekenhuis. Of van, en ja, door in al die besturen te gaan zitten, ja, dan haal je natuurlijk je connecties daaruit. Was dat voor de connecties of was hij ook sociaal betrokken? Hij was wel zeker sociaal betrokken. Maar ik denk dat het gewoon ook een professionele inzet was van hem. Ja. Ja, doopnaam nou, van hem is Syriacus. Is dat toevallig dat de koepelkerk ook Syriacus... Nou, de heilige van de belangrijkste parochie in Hoorn, dat was de heilige Syriacus. En zijn vader, het was natuurlijk wel gebruikelijk dat je een heilige naam geeft. Adrianus komt van zijn opa, dus dat... En Syriacus, ja, dat doe je dan de heilige die... Het voor jou belangrijk is. Maar het is wel grappig hè, dat hij ook Syriacus heet. Het is niet dat de kerk naar hem vernoemd is, maar hij is eerder vernoemd naar de heilige. Nee, de kerk was gewoon de parochie van de heilige Syriacus. Dus, maar daar zit meneer op zijn stoel. Ja, dan komen we bij de Syriacus zelf. En die is natuurlijk in deze kerk, heeft hij veel aandacht gekregen. Dus we hebben daar ook gelukkig heel veel plaatjes van gevonden. Hier begint hij dus, dit is wel de eerste koepel die hij dan ook ontwerpt. Dit zijn ook heel veel technische tekeningen natuurlijk. Zelfs de bankenindeling werd helemaal uitgewerkt. Maar je moet je wel voorstellen, hij had hier alles uitgewerkt, hè, dus tot aan de schilderingen aan toe. Maar op het moment dat de kerk werd opgeleverd, want ze waren al blij dat ze hem afkregen, dan was het geld vaak op. Dus de ramen en de schilderingen die werden pas veel later aangebracht als er weer eens geld was. Dus in veel gevallen heeft Blijs niet eens de kerk helemaal in zijn volle glorie gezien. Ook met de Nicolaas, daar zijn de schilderingen en de ramen. Ja, dat heeft tot 1928 geduurd voordat de laatste schildering klaar was. En hij is in 1912 overleden, dus dat heeft hij nooit meer gezien. Ja, er wordt altijd gezegd, de Syriacus is een soort voorstudie van de Nicolaas geweest. Daar kun je over discussiëren. Hij heeft niet die Syriacus ontworpen met het idee, ik ga straks nog een mooiere kerk maken. Dat is gewoon op zijn pad gekomen natuurlijk. Alleen heeft hij wel kunnen leren van de Syriacus. Maar goed, dit is wel zijn laatste grote werk in Hoorn. En het heeft er natuurlijk wel voor gezorgd, toen hij dit had, daar kon hij mee de boer op. En dat is wel de reden geweest dat hij de opdracht voor de Nicolaas heeft gekregen. De reden dat hij naar Amsterdam gaat, dat zegt hij ook ergens. Oneerbiedig gezegd, Hoorn werd te klein voor hem. En er was hier nog geen spoorweg, hè? Dus als jij opdrachten wilde binnenhalen uit Amsterdam, ja, dan was het wel een heel gedoe om daar te komen. Hij blijft wel in de provincie werken, maar Amsterdam wordt dan zijn basis.
Nicolaaskerk was dus die parochie. Die hebben dus heel bewust niet voor Kuipers gekozen. Kuipers heeft heel veel kerken in Amsterdam gemaakt. Ze hebben niet voor Kuipers gekozen. Maar voor Blijs. Ik denk dat het hem goed gedaan heeft. Denk ik zomaar. Maar daar, ja, je mag dat toch wel zijn opus magnum noemen. Wat we net zeiden, van er moest inkomen moest hij hebben. En dat droogt dus inderdaad op. Dan gooit hij het over een andere boeg. Hij gaat de politiek in. En hij heeft in het, voor de katholieken in het gemeentebestuur van Amsterdam gezeten. Daar was hij niet heel populair. Was hij wel een beetje luis in de pels. Omdat hij zich ook weer met alles bemoeide. Tot aan urinoirs aan toe. Dat ze zeiden, wat doet die man te zeggen, een mening te hebben over de urinoirs. Dat was natuurlijk helemaal niet zijn ding. Het was een kunstenaar, die moet je niet in de politiek zetten. Dus daar is hij 2 jaar later mee gestopt. Toen heeft hij iets heel raars gedaan. Hij heeft zijn hele bouwarchief heeft hij op een veiling gegooid. Dat is volgens mij, is dat zeker niet in die tijd, was dat niet gebruikelijk dat je je archief gewoon openbaar ging verkopen. Dus ik denk dat hij echt in geldnood is gekomen. En toen is ze zijn verhuisd, eerst naar Soest, daarna naar Den Bosch. En daar is hij inspecteur van volksgezondheid geworden. Met als specialiteit woningbouw, want hij was wel heel erg betrokken. De woningwet was er net door, met dat er goed gebouwd werd, ook voor de arbeiders. Maar ik denk dat het zijn gezondheid toen al achteruit ging. Want dat heeft het niet lang gedaan en hij heeft heel lang is die ziek geweest. Hij zou een aantal beroertes hebben gehad. Hij heeft in een verpleeghuis in Kerkdriel gelegen, meerdere jaren zelfs. Dus hij is in 1912 overleden, had 1 wens. Hij wilde zijn uitvaart in de Nicolaaskerk hebben. Maar zijn weduwe had daar helemaal geen geld voor. Dus die heeft die aantal van die prachtige presentatietekeningen aangeboden aan het kerkbestuur. Van als ik deze tekeningen geef, kan mijn man hier zijn uitvaart krijgen. Dus hij is uiteindelijk, eerst met de trein vanuit Den Bosch, maar is die naar, dus via het station van Kuipers, naar de Nicolaas verplaatst. En daar is heeft zijn uitvaart plaatsgevonden. Het einde is toch wel, ja, toch wel triest geweest, vind ik.